Ik wil mijn excuses aanbieden aan de professor. Ja, ik heb laatst iets van hem gestolen en dat was eigenlijk niet zo netjes. En daar wil ik vandaag mijn excuses voor aanbieden. Ik heb daarom 3 diamonds meegenomen en ja, die wil ik aan hem geven. En gewoon een oprechte excuses. Dus professor, hallo? Professor, ben je beneden? Dus hoe deed jij die experimentjes dan vroeger? Want voordat je je spookkrachten en zo kreeg... Spookkrachten? Hoe liet je dan mensen jou gehoorzamen? Oké. Oké, wat is... Even opschrijven. Wat? Hè? Oké, ik ga gelijk weg. Wat is dit nou weer? Dit is zo creepy. Oké. Wat gebeurt hier zojuist? De professor... Hij was aan het praten. Alsof er iemand op bezoek was. Maar er was helemaal niemand. Hij was gewoon tegen een lege stoel aan het praten. Met een hele gekke helm op zijn hoofd. Dat zag er zo raar uit. Zei hij nou ook iets met... Ik weet niet eens meer wat hij allemaal zei, joh. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet echt op heb zitten letten. Hij moest iets opschrijven. Maar wat hij nou allemaal zei, ik heb geen idee meer. Dit moet ik gewoon gelijk tegen Giel vertellen, toch? Of niet? Jawel. Oh, dit moet ik tegen Giel vertellen. Klap, Giel! Ik moet je iets vertellen! Er is zoiets raars gebeurd, Giel! Giel, je hebt je politiepak nog aan. Dat was nog van gisteren. Oké. Giel, ik moet je echt iets vertellen, want er is zoiets raars gebeurd. Ik wou naar de professor toe gaan om mijn excuses aan te bieden voor iets. Waarvoor maakt niet uit, want ik zag opeens dat hij op een stoel zat en tegenover hem stond nog een stoel, maar daar zat niemand in. En dan denk je, oké, dat valt nog wel mee hoe raar dat is. Maar hij was aan het praten tegen die stoel. Raar. Wat, tegen die stoel? Ja, dus de professor heeft zo weinig vrienden dat hij tegen een stoel praat? Nou, hij had wel een hele gekke helm op. Het leek alsof hij een soort VR-helm of zo op had. Wat? Dus misschien was hij wel tegen iemand aan het praten als je door die helm kijkt. Maar voor mijn gevoel was hij tegen niemand aan het praten. Dat is wel heel erg vreemd. Mick, laten we gewoon nog even gaan kijken. Want ik wil het wel eventjes met mijn eigen ogen zien. Wat hij er nou allemaal mee bezig is eigenlijk. Volg mij maar. Zat ik denk gewoon in het lab? Ja, ik denk dat hij nog steeds aan het praten is tegen iets. Ik weet niet wat, maar iets. Iets. Het is echt net een minuut geleden gebeurd. Ja, hij was hier beneden. Hoor je het? Ja, interessant. Dus dit kan ik dan allemaal gaan gebruiken om, voor dit experiment te verbeteren? Hij ziet ons ook niet, lijkt het wel. Dat is echt super. Weg. Weg. Hé jongens. Wat ben je aan het doen, professor? Wat doe je allemaal vreemd? Ja, dit is echt heel raar. Ik ben niks aan het doen. Ik vind het echt maar creepy ook. Professor, wat had je op je hoofd? Ja, precies. Mijn bril. Vertel de waarheid, professor. Je ziet het nog, ik heb mijn bril op mijn hoofd. Ben jij soms met de hacker aan het communiceren? Dat zou ook natuurlijk kunnen. Dat zou ook nog wie kunnen. Wie is de hacker? Jij weet echt wel wie de hacker is. Ja, inderdaad. Daar hebben we genoeg verhalen over verteld. Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Waarom doe je zo verdacht? Wat komen jullie doen? Professor, je gaat beter even vertellen wat er aan de hand is. Giel, rustig. Jeetje. Okay. Dan vertelt hij al helemaal niet wat er aan de hand is als je zo doet. Inderdaad, gewoon normaal doen in mijn eigen lab. Weet je, Giel, laten we even gaan. Want ik denk dat professor... Inderdaad, ga maar weg, Giel. Professor, dit is wel heel raar. Professor, normaal doen, hè? Kom, Giel. Wat is er toch aan de hand met die gekke professor? Ja, weet ik ook niet, maar... Elke dag is het weer wat anders. Het is zo raar. Ja, maar op deze manier werkt het ook niet als je een geweer op hem gaat richten. Nou ja, ik wil wel graag weten waar hij mee bezig was. Ja, dat wil ik ook. Het zag er niet heel erg nice uit of zo. Dat wil ik ook graag, maar je weet dat de professor, zeg maar, machines kan maken waardoor wij dadelijk ergens vastzitten in de lucht of zo. Dus we moeten misschien niet de professor bedreigen. Nee, dat is misschien wel een goed idee om dat niet te doen. Je hebt daar helemaal gelijk in, Mick. Oké, maar wat moeten we dan wel doen? Dat is een goede vraag. Ja, misschien is het gewoon een beter idee, hè, Giel? In plaats van hem te bedreigen. Ja. Om gewoon, als hij slaapt, even op onderzoek te gaan. Mick, ik vond het echt super creepy wat ik daar zojuist zag. Daarom pakte ik ook gelijk mijn pistool erbij. Want ik vind het best wel eng, eigenlijk. Ja, maar dus, die helm heeft er duidelijk iets mee te maken. Dus als we die midden in de nacht kunnen pakken... Ja, die heeft duidelijk iets mee te maken. Maar Mick, sommige dingen, daar hoef je niet per se iets van af te weten. Weet Hoezo je wel? Niet? Sommige dingen, die kun je beter maar gewoon laten. En gewoon lekker doorgaan met je leven. En dat is precies wat ik ga doen. Dus Mick, maar je staat er echt alleen voor. Ben je nou echt zo bang? Ja, Mick, je hebt toch gezien wat ik zag? Dat zag er super creepy uit. Ja, maar je wou net al heel graag weten en nu ben je opeens super bang. Ja, nou, ik hoef het gewoon allemaal niet te weten, oké? Giel is bang. Mick, ik ben helemaal niet bang, hoor. Maar je wilt niks doen. Mick, ik was even heel druk bezig thuis voordat je kwam, dus ik ben er vandoor. Nou, Giel die is weg. Weet je?
wat het is? Ik ben niet bang. Ik ben echt oprecht heel benieuwd wat het is. Misschien is het gewoon één gekke VR... Noobie, wat doet Noobie daar nou weer? Noobie, wat sta je hier heel erg gek? Wat is er? Ik woon McDonald's, maar er was helemaal niemand. Weet je, ik heb nog wel wat McDonald's bij me toevallig. Alleen het brood van de McDonald's. Oh, je hebt altijd gewoon McDonald's in je zak. Dat is wel handig. Nou, Noob, dit is gratis vandaag. Alsjeblieft. Yeah, dankjewel. Oh, die Noob, jongen, die komt elke dag langs om McDonald's te halen. Maar hey, we moeten even bij het plan blijven. Want er gebeuren hele gekke dingen bij de professor. En weet je wat ik ga doen? Ik ga wachten totdat het nacht is. En dan gaan we gewoon even op onderzoek in dat laboratorium van hem. Oké, mensen, het is nacht, zoals je kan zien. En ik ben er helemaal klaar voor. Oké, zoals je kan zien, is het op dit moment nacht. En ik ga op onderzoek uit bij de professor. Iedereen is aan het slapen. En dus de professor ook. Dat hoop ik tenminste. Ik hoop dat hij een vaste slaper is. Want anders wordt hij wakker. En dan heb ik echt een heel groot probleem. Dus vanaf nu moet ik heel stil doen. Want anders hoort de professor mij. Oké. Even kijken eerst of... Oké, ik hoor hem al beneden snurken. Eerst even kijken of hier boven de helm ergens ligt. Of in ieder geval, het leek op een helm. Maar zo te zien niet. Oké, laten we naar beneden gaan. Dit is die kamer waar ik hem zag praten. Oké, hij snurkt echt heel hard. Hij snurkt best grappig zelfs. Oké, dat betekent dus dat hij wel aan het slapen is. Hier is in ieder geval niks. Eens even kijken in het klaslokaal. Oké, hier is ook niks. Ik denk dat ik in het huis van de professor als laatste ga kijken. Want daar is hij letterlijk aan het slapen. Oké, in de gevangenis ligt het sowieso niet. Dit zou wel een plek zijn waar dat ding kan liggen. Misschien in een van de laadjes. Oh, huh? Ik had hier die diamonds ooit ingelegd, maar die heeft hij blijkbaar nog niet gevonden. Of hij laat ze gewoon lekker erin liggen. Oké, hier ligt het ook niet. Eens even kijken, hier ligt ook helemaal niks. Deze kamer, daar kan je niet naartoe gaan, want dan sluit je jezelf op. Oké, ik denk dat het dan toch bij hem op de slaapkamer ligt. Dus laten we daar gaan kijken. Ik moet heel rustig de deur open doen. Oké, ik ben binnen in zijn huis. Oké, dit is creepy. Waar... Oké, wacht. Hier is zijn bed en daar is zijn badkamer. Oké, eens even kijken of hij daadwerkelijk aan het slapen is. 3, 2, 1. Daar is dat ding. Daar is dat helmpje. Oké, dit moet ik meenemen. Kom op. Hoe pak ik dit ding? Ik heb hem. Oké. En nu weer rustig weg. Deurtje dicht. En dan gaan we weer rustig wegrennen. Wegrennen. Oké, we hebben hem. Oké, top. Top. Het is me gewoon gelukt. Let's go. Oké, het is een soort mummiehelm of zo. Een mummiemask, zo heet het. Maar het ziet er raar uit. Want waarom heeft het van die rode ogen? Een mummie heeft toch niet van die rode ogen? Oké, laat ik hem op mijn hoofd zetten. Is het een soort VR-bril? Wat er gebeurt letterlijk helemaal niks. Wat? Hè? Was de professor dan gewoon tegen zichzelf aan het praten? Ik zie letterlijk niks. Er gebeurt letterlijk helemaal niks. Wat is dit nou? Oké, deze helm doet overduidelijk echt helemaal niks. Ik zie gewoon alles heel normaal. Ik denk dat de professor gewoon een beetje gek in zijn hoofd is geworden of zo. Dat hij gewoon tegen zichzelf aan het praten is. Nou ja, ik vind het wel een coole helm op zich. Ik kan de mensen mee laten schrikken. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar laten we gewoon weer snel naar huis gaan. Want het is midden in de nacht en ik wil gewoon lekker gaan slapen. Wat is dit? Oké, ik ga snel die helm af. Hello. Die helm moet weg. Die helm moet weg. Ik zag net, het leek op een geest. Het leek oprecht op een geest. Oké, die helm, weet je, ik laat hem maar lekker hier liggen. Want auw, ik hoef geen contacten met geesten en dat soort dingen. Dat is niks voor mij. Dat was zo raar. Ik hoorde hem ook hallo zeggen of zij zei hallo. Dit was echt zo raar. Ik ga snel slapen. Wat is er zojuist gebeurd? Ik had dit nooit moeten doen. Giel was eigenlijk heel verstandig dat hij lekker thuis bleef. Want ik ben nu ook bang. Olly en Moos, meld rusten. Kunnen jullie mijn bed alsjeblieft bewaken? Dat zou heel fijn zijn. Oké, ik ga gelijk slapen. Mick! Jeetje, ik schrik me... Bro, je moet die helm afzetten! Ze zijn allemaal Ja, dan komt door die helm! Zet hem snel af! Ja! Oh jeetje, die helm is echt verdoemd, jongen! Wow, dat is die helm! Oh, ja, Noob, die helm, die... Daardoor kan je dus spoken zien. Ik vond hem echt super eng. Ik vond die helm hier voor jou. Ik denk, kom ik terugbrengen? En toen zag ik allemaal vier enge spoken.
ook. Ja, oké. Misschien was het ook niet zo slim om die help buiten te gooien. Noobie, die help die ik hier nu vast heb, die moet je nooit op je hoofd zetten, want dan zie je allemaal spoken. Nee, ik zet er nooit meer op. Oké, Noob, sorry, het spijt me. Ik heb hier nog wat voor je om het goed te maken dat ik die helm zo midden op de straat heb gegooid. Was misschien ook niet zo slim van mij. Ik ga deze helm gelijk terugbrengen naar de professor. Ja, dan ga ik terug naar huis. Dankjewel. Het is ook nog steeds midden in de nacht, joh. Ik heb echt geen minuut geslapen. Ik moet dus de professor wakker maken. En dan die helm teruggeven. De professor gaat niet heel blij zijn. Oké, we zijn bij het laboratorium. Trouwens, dat de noob nog zo laat over straat loopt en dan die helm vindt. Die noob doet echt volgens mij maar 1 uur per dag slapen of zo. Het is echt heel raar, want hij is altijd in de nacht wakker. Oké, ik moet de professor wakker maken en hem teruggeven. Oké, en ik moet ook even gewoon verhaal vragen over die helm. Ik ben gewoon heel benieuwd. Klap, klap, professor! Dag. Hartelijk bezoek. Klop, klop, klop. Professor? Waarom loop je zo met mijn kamer in? Wat is dit nou weer? Professor, ik moet iets teruggeven. Het spijt me. Wat heb je gedaan? Ik heb hem gestolen. Want je hebt hem gestolen? Ja, Bart, laat me even uitleggen. Jij zat tegen niemand te praten met dat ding op je hoofd. Ik was heel benieuwd. Dit is toch geen gang van zaken? Als je echt benieuwd bent, dan ga je toch niet stelen? Nee, maar anders dacht ik, dan kom ik er... Nee, oké, okay, het spijt me. Moet naar de politie gaan of zo? Hier, zo, alsjeblieft. Een soort... Oké, okay, ik snap het al. Hier, ik heb niet meer. Ik zit er nog steeds over na te denken om naar de politie te gaan. Oké, nee, oké, en ik heb dit nog, en... Oké, deze heb ik ook nog, een OP potion. Die is heel bijzonder. Heb je de pro ook overvallen of zo? Allemaal dingen uit de farm, de potion? Misschien moet ik echt naar de politie gaan. Ik heb dat heeft de pro aan mij gegeven. Dat is echt zo. Pro en ik zijn beste vrienden, hè? Dat weet je toch? Goed. Wat? Wacht. Ik zette die helm op. Kan je me alsjeblieft uitleggen? Want ik zag opeens iets in mijn huis staan. Het leek op een geest. Wat is dit? Je moet toch echt weer je neus in zaken stoppen waar je niks mee te maken hebt? Nou, goed. Ik zal het even uitleggen. Als je die helm op doet, dan zie je alles wat er gebeurt in de geestenwereld. Maar waarom zou je zoiets maken? Omdat er gewoon heel veel... Ja, je kan gewoon heel veel informatie halen uit de geestenwereld. Dan zitten allemaal geesten die allemaal dingen uit hebben gevonden in het verleden. En die kunnen jou dingen uitleggen. En dan kun je slimmer van worden. Bart, dus jij was net... Met wie was je aan het praten dan gistermiddag? Een oud labgenoot. Een oud labgenoot? Ja. Maar als geest? Ja, tuurlijk. Oké, professor. We deden altijd vroeger experimentjes samen en ik was wat vergeten. En hij moest me even mijn herinneringen weer verfrissen. En dan ga je met hem praten als geest met een soort geestenbril of zo. Inderdaad. Oké, ik moet even verwerken dat dit bestaat. Professor, het is midden in de nacht. Ik denk dat jij ook moe bent. Het spijt me van dat stelen. Doe dit nooit meer. Blijf gewoon weg uit mijn lab. Wat dacht je daarvan? Okay. Kom gewoon alleen als ik wakker ben. Oké, is goed. Doei, professor. Professor, slaap lekker. Oké, ik ga ook snel slapen, want... dit is zo raar dat dit allemaal zojuist is gebeurd. Wil je de vorige video zien? Klik dan snel hier. Abonneer op mijn kanaal en dan zeg ik zoals altijd, Mick out.